Databases met alleen structuur zijn op zich niet interessant. We willen natuurlijk data in onze database bijhouden. En de instructie om dat te doen is het insert statement. Het insert statement heeft een beetje een lastige syntax, dus wat je best doet eigenlijk is starten van iets van deze vorm. Dus je schrijft eerst gewoon insert into en dan de naam van de tabel die je wil gebruiken. Ik ga hier gebruik maken van een tabel boeken om te demonstreren. En dan schrijf je al values en haakjes. En elk paar haakjes hier gaat één rij voorstellen. Dus ik zal ze even demonstreren. Ik heb die tabel boeken al aangemaakt. Op de pagina staat dat je ze zelf nog moet aanmaken in jouw database. Dus doe dat even als oefening om de create statement. En dan zullen we hier invullen, insert into boeken, voornaam en dan values Aurelius. Dus dit is tekst, Aurelius is tekst. Daarom vul ik dat in tussen aanhalingstekens. Als ik dat nu uitvoer, dan ga ik een foutmelding krijgen. De reden daarvoor is field title doesn't have a default value. Herinner je, je hebt dingen die aangeduid zijn als not null. En volgens de uitleg hier moet title not null zijn. Dus we zouden daar eigenlijk moeten niet alleen de voornaam invullen, maar ook de titel. Hier bijvoorbeeld filosofie. En dan gaan we er wel komen. Zo, one row affected. Ik kan kijken in die tabel met boeken. En je ziet, wanneer hij klaar is tenminste, zie je dat hij er nu in staat. Dat hij nu in het systeem staat. Nu, merk op, ik heb hier geschreven voornaam, ik heb hier geschreven Aurelius, ik heb hier geschreven titel, hier filosofie. Dus je moet eigenlijk hier de kolommen schrijven die je wil invullen. En dan hier bij values, tussen de haakjes, moet je de overeenkomstige waarden schrijven. Dus als je een voornaam invult, als je hier schrijft voornaam op de eerste plaats, moet je hier de voornaam die je wil invullen op de eerste plaats schrijven. Als je hier schrijft titel op de tweede plaats, moet je hier filosofie, dus de titel van het boek, moet je dat invullen op de tweede plaats. Dat moet altijd overeenkomen. Nu, veel studenten struikelen over de syntax zodra je meerdere rijen begint toe te voegen. Meerdere rijen, dat doe je door eigenlijk nog altijd hier de kolommen aan te geven die je wil invullen. Je wil nog altijd voornamen en titels invullen. Maar we gaan eigenlijk één stel haakjes per rij die we toevoegen aan het systeem schrijven. Dan schrijf ik het liever op deze manier. Maakt op zich geen verschil, maar ik vind het persoonlijk duidelijker. Dus één stel haakjes per rij. We gaan bijvoorbeeld die Gerard invullen. En dan zijn boek Heidegger's vraag naar de techniek. Maar we gaan tegelijkertijd, wanneer we deze toevoegen aan het systeem, nog iemand toevoegen. Die Diederik en zijn boek Logica Boek. Dus let hierop, hier heb je meer haakjes dan tevoren. Je hebt hier een stel haakjes voor de kolommen samen te nemen. En dan heb je een stel haakjes per rij die je gaat willen toevoegen. Dit wordt een rij in ons systeem, dit wordt een rij in ons systeem. En ik kan er nog meer toevoegen daarachter. Ik ga eens uitvoeren. Query completed. Dus kijken naar mijn tabel met boeken. En nu zie je dat die er allebei samen zijn bijgekomen. Ik heb maar één instructie uitgevoerd, maar er zijn twee waarden bijgekomen.